Hallo kijkers van Psycho TV. Omwille van dat er zoveel ruzies ook om in een livestream was geweest en ook met die livestream van getallen dat het ook echt uit de hand is gelopen. Doe maar op, ik heb er genoeg van. Jullie hebben het misschien wel gemerkt, de Discord server is bij deze ook offline gehaald, verwijderd. Ik kon het niet meer aan en jullie zeiden ook gewoon van, ik moet dit doen, nee, jij moet dat doen, jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet dit doen, jij moet dat doen. Probleem is, en dan waren er ook nog altijd die ruzies op Discord, dus ik was meer en meer tijd in aan steken in Discord dan nog echt achter die vlogs. En ook hier in mijn hoofd spookte van, daar is een keer ook op mijn werk van, is er nu geen ruzie bezig op mijn Discord server. En dat is fout. Zo mag ik niet beginnen te denken. Nee, dat is totaal fout. Ik heb nu gewoon echt voor een onbepaalde tijd, ik weet niet hoe lang, de Discord server dus verwijderd. Gaat er nog een nieuwe komen? Ik weet het niet. Ga ik de fans, hoe ga ik de fans dan bereiken? Dat weet ik ook nog niet. Daar, daar worden nog oplossingen voor gegooid. Het team is niet uit elkaar. Dus het team zit nog sterk bij elkaar. Dan heb ik het over Mano, Tamara, BRNT, Boof, Dragon. Die zitten allemaal nog in mijn boot. Ook Buttermew. Maar Buttermew heeft nu andere zaken aan haar hoofd. En daar heb ik ook respect om. Maar blijkbaar waren er zoveel mensen op mijn Discord server gekomen die gewoon één ding probeerden, mij echt naar de grond te krijgen. Het is jullie niet gelukt. Ik heb op tijd ingegrepen en op tijd gezegd van, oh, dit gaat helemaal de verkeerde kant uit. Dit is niet oké. Dus gelijk de puzzels en al waar we mee bezig zijn en al, dat gaat ook nog gemaakt worden. Dat is iets heel leuks wat ik wil doen. En ook Bea. We zijn er een hele mooie filmpje van aan het maken. De puzzel ligt nog altijd daar perfect op de tafel. Gaat gemaakt worden. Oké. Okay. Dan, hoe ga ik nu ook de Q&A doen? Momenteel niet. De Q&A-vragen kunnen nog altijd hieronder gesteld worden. En ik ga ook telkens keer één pauze maken op mijn website op www.psychotv.be, die hier zo staat. Daar kunnen jullie dan op reageren. Nutteloze vragen worden niet beantwoord, dus denk 2 seconden na vooraleer dat je iets als een comment post op mijn website, want het wordt ook gecontroleerd vooraleer dat het ook online wordt gezet. En dan pas volgende week, dus dan zitten we de 8e. 8 januari komt dan pas de nieuwe Q&A online. Ik ga morgen een paswoord maken, een nieuwspostje maken op mijn website. De Psycho Superfans. Hoe ga ik dat oplossen? Daar ga ik nog met Shift nog over hebben. Dat gaat ook nog opgelost geraken. Want Shift heeft aan jullie de superfan uitbetaald. En ik wil, dus dat ligt nu momenteel stil. Maar ik hou nog alle gegevens bij. En als er ooit nog iets gebeurt of zo, dan mail ik ook jullie. Echt integraal, ga ik jullie echt mailen. En ja. Dan blijven jullie ook wel op de hoogte van ook
ben ook met een fanmeeting bezig. En ja, ik ben er al nu heel lang aan het beloven voor een fanmeeting, maar het probleem is die corona-reglement. Het corona-reglement laat het niet toe om massa-bijeenkomsten te organiseren. Mag niet. Kan ik een boete voor ontvangen van 4000 euro? Dat wil ik ook niet. En dan de mensen die dan aanwezig zijn, die moeten dan ook in één keer een boete van 750 euro betalen. Dat wil ik ook niet over mijn hart dat daar gebeurt. Dat krijg ik ook niet over mijn hart. Daarom dat ik ook nu in afwachtende houding ben naar de coronacijfers. Zo gelijk wat ik ook al heb gehoord van dat Sportpaleis Antwerpen in oktober al terug op de volledige capaciteit wil draaien. Dan gaan we ook kijken als het ook toegelaten is voor in oktober misschien wel een fan-evenement te organiseren. Maar dat is nog ver van de deur. Daarvoor ga ik ook kijken naar Pixelan. Want Pixelan gaat opnieuw de datum moeten verplaatsen. Dus even kijken als dat ook al is gebeurd. Ik ga gewoon direct eens al naar hun website toe. Staat nog altijd 26 tot 28 februari. Maar ik blijf nog altijd sowieso partner. Echt waar. De toekomst van Cycle TV gaat gewoon terug als de oude richting uitgaan. Ik wil terug leuke vlogs maken. Daarvoor staat ook Cycle TV om leuke dingen te doen. Maar je moet ook denken dat de inspiratiebron nu echt heel leeg is. Dat we ook We kunnen redelijk ook wat binnenactiviteiten ook doen, maar daar houdt het ook mee al, weer mee op. Natuurlijk, we zijn nu ook met die puzzel bezig. Dat heeft een redelijke tijd nodig voordat dat ook af is. En dan maken we daar ook nog een aparte video van. Dan ga ik ook kijken als ik hier ook nog leuke vlogs kan maken. Maar ik ga echt iedere dag opnieuw beginnen te uploaden. Vanaf morgen begin ik terug op te nemen. Want vandaag is het echt mislukt met het opnemen van een vlog. Echt waar. Ik geef het eerlijk toe. De 31ste is een faaldag geworden voor een vlog op te nemen. En ik baal daar ook van. Ik voel me daar ook niet goed bij. Ik wil dat alles in vlotte banen verloopt. En dat er ook geen ruzies zijn. Naar één lid, naar de andere leden toe, want ze waren ook elkaar echt aan het opzoeken. Want ik heb ook screenshots gezien van, ik dacht van mijn eigen van, waarom laat ik deze server nog eigenlijk online? Omwille van, hier gaat het volledig de verkeerde kant uit. Hier moest echt een noodrem opgezet worden. Dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb gewoon bij zonder na te denken, poef, paf, even de Discord-server verwijderd. Maar en ja, dat gaan we dan ook doen. Als je die instelling kent, mag je dat aanpassen op YouTube. Ziet, ik zit nog altijd ook nog in contact met mijn team. Ik ben nog met nu met BRNT aan het chatten. Echt waar, ik ben nu echt ook met BRNT aan het chatten en daar heeft mij ook wel iemand aangesproken. Dus even kijken. Anoniem. Ik krijg een briefje van anoniem. Oké. Ik wist niet dat je zo'n nickname ook kon sturen.
Oké, okay, leuk, leuk. Echt, ik krijg hier heel leuke berichtjes binnen. Zo gelijk, Walter. Ik gooi nu echt alles openbaar. Echt waar, hier. Ik heb een screenshot van iemand gekregen. Dat zegt Weske. Haha, ik was die psychohater 18. Die domme Dimi heeft dat nooit iets door. Ik heb dat ook heel moeilijk door, omwille van dat ik ook met een autisme zit. Ik zit met een beperking. En ik probeer daar ook mee te leven. Ik probeer daar ook iets leuks van mee te maken van mijn leven, dat er ook leuke dingen zijn. Dan, hier nog een van Weske. Die Dimi is te dom om door te hebben hoe belachelijk ik hem maak. Die gaat mij toch nooit bannen. Hahaha. Ha, ha, ha. Ik heb mijn slag nu thuis gehad. De server is offline, hè. Jullie hebben de slag niet thuis gehad. Ha, fuck PsychoTV eigenlijk. Die Discord wordt van ons als Charge mod is. Ha, sowieso. Ha, dan maak ik jullie mod en bannen we iedereen. Lol. Die kut Discord wordt van ons binnenkort. Zeg Weske. En dan Charja, yes, ik ben CEO. We gaan deze Discord kanaal helemaal verpesten, jongens. Mislukt. Mislukt. Echt waar. Mislukt. Ik moet er echt mee lachen. Ik lach er nu wel, godverdomme mee. Jullie hebben jullie slag niet thuis gehad. Ik heb mijn slag thuis gehad. Er gaat nog iets heel leuks opgebouwd worden nu. Echt waar. Nu kan ik mijn verzinnen terug verzetten op... Ja. Vloggen. Zalig. Zalig die stilte nu in mijn kop. Ho. Echt waar. Heel zalig. En ik ga jullie ook iets mededelen. Dat ik nog redelijk wat gaming streams ga doen. Maar dan wat ik heel graag doe. Zo dat ik heb Trackmania 2020 niet voor niks aangekocht. Dus daar wil ik echt een. Ik geef het eerlijk toe, een comeback maken in de e-sports wereld. Ik ga daar echt heel zwaar beginnen op te trainen. En niet meer naar de Trackmania Nations Forever editie gaan. Maar echt de Trackmania 2020 spelen. Dan ook nog tegen de Fietsoers, dat speel ik echt kei graag. En jullie kijkers, ja, jullie vonden daarvan niks, maar ik vond dat wel van iets. Ik ga nog even iemand beantwoorden. Veel succes morgen met je examen. En de persoon die een examen nu gaat doen, en die ook nu tegen mij aanspreekt ben. Ik zeg geen namen. Toi 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 met je examen. Veel succes. Jij kent het. Nog een video online. Dus, ik ga ze even dus overnoemen wat ik echt heel graag speel. Ik ga ze even nu gewoon op Steam kijken, hè. Dus hij gaat dat dus morgen bekijken. Dus wat ik echt heel graag echt met jullie wil spelen is nog een keer ik heb even hem ook nog beantwoord. Dus dat is nu nog een fan die ik ook nog wil op de hoogte houden. Maar dan via Messenger ben ik die aan het op de hoogte aan het houden. Nu in opname. Even reageren dat ik nu in opname ben. Dus ja, ik ga even overnemen. Dus Among Us, dat wil ik echt heel graag spelen. Ook misschien met mijn team. Of al dat we daar eens een hele leuke team kunnen rond mee maken. En dat we dan samen met die team altijd hele leuke video's kunnen maken. Want dat bestaat ook, ik weet niet, als dat met Discord gaat, dan kan dat zo misschien zo ingesteld worden. Bijvoorbeeld als iemand dan dood is.
Ja, want uw pings komen continu ook door. Ik ga nog een ping krijgen in Utrecht. Want jullie horen hier die ping van mijn computer en de ping van mijn gsm. Dat er iemand tegen mij aan het spreken is. En nee, het is geen vrouw. En ook geen, ja, het is wel een man. Niet vooraf te spreken. Totaal niet. Dat is nu een fan die ik gewoon via Messenger echt op de hoogte houd. Ik heb ook gezegd dat er nu zelfs ook nog een video online komt. Dus deze video wat ik nu ook aan het maken ben. Dus ik lieg niet tegen hem. Dus even dus, ja, dus Among Us. Ik wil er een team van maken. Maar dan moet er iemand ook wel kennen. Ook die Discord-settings kan daar rond kan zetten. Bijvoorbeeld als ik dood ben op Discord, Among Us. Dat ik ook niet meer kan praten op Discord. Bijvoorbeeld dat ik iemand kan verraden van, ah, dat is de killer. Bijvoorbeeld. Ja? Dan scroll ik eens even door mijn lijst. Counter-Strike Global Offensive. Die wil ik ook nog heel graag spelen. En dan bijvoorbeeld als ik eens even wil, wil eens uitblazen en eens gewoon eens niet aan een echt een spel op spel wil spelen, dan speel ik wel eens graag dot-to-dot puzzles. Dan wil ik ook nog wel Peckle Deluxe of Peckle Extreme of Peckle Knight voor jullie opnemen. Quake Live speel ik ook wel eens graag. Nu misschien dat Risk wel werkt op mijn computer. Wie weet. Dan wil ik ook nog wel. Zo met die worm. Ja. Strike.is ook wel inspelen. Dan niet meer Trackmania United Forever. Dat is verleden tijd. Of niet meer Trackmania 2 Stadium. Of Trackmania 2 Valley. Nee, dat wordt nu Trackmania 2020. Omdat die besturingssystemen anders is. Dan wil ik ook nog wel een streamje doen, zoals Age of the Empires HD Edition. En dan misschien ook wel eens bijvoorbeeld de allereerste Red Alert tot de allerlaatste Red Alert, dus in single player mode uitspelen. Dan hebben we Dare to Feed Source, wat ik echt in Tegraan altijd heel graag speel. En dat er echt ook heel weinig Vlamingen dat spelen, vind ik het wel jammer. Maar speelt jij het nog? Laat mij het weten hieronder in de reactie. Dan kan ik misschien nog wel contact met jou opnemen. Dat we misschien daar ook nog wel een mooi teamje kunnen rondvormen. En dat we dan ook eens samen kunnen spelen. Dan scroll ik nog door naar onder. Uno. Wil ik ook wel inspelen. En tennisspelletjes spelen ik ook vroeger heel graag. En dat wil ik ook dan terughalen. Dus dan heb ik het over virtual tennis vorm, maar daar zal wel al andere virtual tennissen al uit zijn. Misschien op Steam. Ik heb dus bekeken. Eens even kijken wie dat nu weer al is. Ah, oké. Okay. Ik kreeg meldingen en ik zie geen meldingen. Oké. Ik ga eens even kijken, hè. Virtua Tennis 4. Er staat nog altijd de laatste nieuwe. Tennis. Virtua Tennis 4. Jammer. Dan scroll ik nog eens even door naar onder toe. Ik heb redelijk wat spelletjes om in de computer staan. Ja, Rocket League heb ik eens aangekocht. En jammer genoeg vond ik het geen no-go game. Het ligt niet voor mij. Rollercoaster Tycoon World wil ik ook wel eens doen. Zo pretparken gaan reviewen. Train Simulator, dat doe ik ook wel eens graag. Dus van station tot naar station is rijden met jullie erbij, bijvoorbeeld op de chat. Dan ja, Counter-Strike Global Offensive. Planet Coaster, daar kan ik ook weer wat pretparken dan reviewen.
Zo gelijk ook Team Fortress 2. Grand Theft Auto 5. En dan stopt het. En ja, Monopoly Plus heb ik ook. Dat kan ik ook wel eens doen. En misschien nog wel nog andere games. Maar... Dus, dus ja, meer heb ik niet te vertellen. Dus ik ga nog eens even een klein kort verwoorden wat hier nu allemaal is gezegd in deze lange video van toch om de bij de 20 minuten. Ik heb de Discord server verwijderd omhoog van dat er de mensen werden opgezocht ook bij hun thuis. En dat is niet de bedoeling dat de haters niet de fans gaan beginnen op te zoeken en ook andersom. Ik heb al meerdere malen naar de politie aan moeten stappen omwille van Discord. Dan zat ik ook nog altijd ook op mijn werk, in mijn hoofd van Discord. Is er ruzie aan de gaande, ja of nee? Ik moet mij 100% ook kunnen concentreren op mijn werk. Er komen nog leukere vlogs terug nu aan. Morgen niet, omwille van dat ik geen Q&A heb. De vragen die zijn gesteld op YouTube worden naar volgende week verplaatst. Naar de 8e januari, februari. Zal er nog een Discord server komen? Dat weet ik niet. Daar moet ik echt heel zwaar over gaan nadenken en... gaan overslapen. Echt waar, dat gaat niet over 1 dag, 2 dagen, 3 dagen zijn. Het gaat over een langere duur zijn. Ik heb ook voor niks de CCG, de CGG moeten inschakelen. Omhoog dat ik volledig op ben, ook met die ruzies en al. Ik ben ook daardoor denk ik ook dat ik een groot deel ben kwijtgespeeld, Chris. Chris lag echt heel dierbaar aan mijn hart. Maar ik ga die even dempen, want oh, echt waar. Chat aanpassen, nee. Even bekijken. Meldingen uitschakelen voor gedurende 15 minuten nog. Oké, bevestigd. Oké. Sorry dat ik hier even uw chat heb gedempt. Dus ik hou ook de fans nu op een hele andere manier in contact. Ik heb ook een Psycho fanpagina op Facebook. Daar mogen jullie mij ook altijd contacteren via die messenger. Ik ga eens even kijken hoe het daar zit. Als ik daar vragen heb binnengekregen. Facebook is aan het laden. Ik ga eens naar mijn pagina toe. Psycho TV. Een chatbericht zie ik, ja. Dat kan ik dus ook hier perfect volgen. Oké. Okay. En dan heb ik ook nog een bericht gekregen, ook van een goede fan. Die mijn goede livestream, trek je niks aan van de haat. Wel, integraal een hartje. Echt waar. Ik probeer echt elke dag goede livestreams af te leveren, maar er is continu haat ook om mijn livestreams. We gaan ook kijken hoe we dat ook in de toekomst kunnen oplossen, dat dit ook het probleem niet meer is. Ik wil eigenlijk zo een Discord server hebben, zo gelijk Milan Knol, dat er zalig met elkaar gepraat wordt. Want echt waar, met, als ik op Milan Knol zijn server moet kijken, daar zijn momenteel 20 vrienden online, 5 robots zijn er online, 6 Nitro Boosters online, 2 subscribers 58, en dan online 2082, en dan ga ik eens naar de offline toe.
moet echt heen scrollen. Ja, ik zie de offlines niet, dus die heeft dat alleen ingesteld op online en niet op de offlines. Oké, ik ben even mee aan het zoeken als ik mee hier tussen die online zie. SY moet ik zoeken, SY. Waarom vind ik mijn eigen? Ik heb mijn eigen gevonden. Gaat hier zo op en af continu. Psycho TV. Ik zat er tussen. Ik zit ook op Milan Knol sinds Discord server. En begint daar ook nu geen haat op te zaaien. Ik ga jullie nu laten. Ik hou jullie sowieso op de hoogte. Dus morgen is er geen vlog online. Maar wel dinsdag terug. Dinsdag ga ik is er opnieuw een vlog online. Waar ik maandag heb gefilmd. Goed. Allee, tot later allemaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker onderaan hier niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een mededelingsvideo online komt. Of een vlog online komt. Of een livestream er is. Goed. Ik wens jullie nu nog allemaal een goede nachtrust toe. En oftewel nog een goede prettige dag toe. En ik zie jullie allemaal hopelijk heel snel terug. Tot later, de echte fans. Daar kijk ik echt naar uit. En niet naar de haters. De haters die mogen van mij echt de hoogste boom in. 1-0 voor Psycho TV. Discord server offline. Maar er komt wel iets in de plaats. Blijf zeker dan geabonneerd op mijn kanaal. Ik ga ook op mijn website. De lidmaatschappij uit de webshop halen. Dat ga ik nu ook nog doen in deze video. Dat jullie het ook zien integraal. Dat ik het ga doen. Instellingen. Producten. Pagina 3. Voilà. Verwijderd. En verwijderd. En ook als er van ik wil nog één ding nog toevoegen in deze video, dan wil ik het echt helemaal afsluiten. Als er een fanmeeting komt, die moet je wel integraal gaan betalen. Jammer genoeg. 1 euro. Maar die 1 euro, die krijgen jullie wel later terug op de LAN party of op de gaming evenement of op, of op een eigen zelfgemaakte fanmeeting terug als cash. Het moet wel eerst gestort worden als bewijs voor een echte reservatieticket. Want ik kan niet in één keer 150 mensen laten afkomen. Nee, dat kan ik niet. Maar bijvoorbeeld voor de eerste fanmeeting kan bijvoorbeeld dus 50 tickets te laten verkopen. En jullie geld krijgen jullie sowieso dan ook terug. Dus elke euro wat jullie storten naar mij toe dan, die krijgen jullie dan ook integraal terug op de fanmeeting. Dankjewel. Om naar deze lange mededelingsvideo te kijken. En ik zie jullie allemaal later terug. Salukes, joe.